Die moeten dus echt met de hand stickertjes van velletjes halen. Eén voor één. En die dan over de bestaande code heen plakken. En zo mag je wel de markt op. Ja, want sinds 1 april is een statiegeldlogo op blikjes verplicht. Zit die niet op het etiket, dan mag het blikje niet meer verkocht worden. Achter de schermen bij de Groningse bierbrouwerij Baksbier heeft de invoering van de statiegeldregel best wat voeten in de aarde. We hebben hier nog echt vele honderden dozen met bier staan die we, als we die nog willen verkopen, moeten we die alle doosjes openmaken en handmatig op elk blikje een nieuwe sticker plakken. Alle voorraad en etiketten die we nog hebben, die moeten we weggooien gewoon. We gooien echt voor duizenden euro's aan gewoon etiketten weg die nog, waar niks mis mee is. Dus het is best wel een operatie. Nou, ik had veel liever gezien dat het statiegeld, dat er een overlapperiode was geweest. Dus waarin wij onze oude voorraad nog op konden maken. En dat alle nieuwe producten die nu op de markt komen vanaf 1 april, dat we die gewoon een etiket meegeven waar al een statiegeldlogo en code op staat. Maar dat we wel een paar maanden de tijd hadden gekregen om oude voorraad gewoon netjes weg te werken. Zeker omdat het een maatregel is die draait om duurzaamheid. Hè, dus minder afval, noem het maar op. Maar het zorgt ervoor dat wij nu gewoon heel veel dingen weg gaan gooien waar niks mis mee is.